Vandaag in Fayamiro's motovlog. Is het toegestaan? En daarna is het verstandig? Is het ethisch verantwoord? Ze hebben het strand hier afgesloten. Ik ga even kijken of wij er wel langs mogen. Is het handig om een scheidsrechter eraf te halen. Yo, what is up, motorrijders en andere mensen. It's your boy, Fayamiro. En vandaag gaan we het hebben over motorrijden tijdens de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Is het toegestaan? En daarnaast, is het verstandig? Is het ethisch verantwoord? Ik wil in ieder geval aan het begin van de video alvast zeggen dat ik hierin mijn mening gaan delen en dat ik niemand veroordeel op zijn gedrag en dat iedereen zelf moet weten wat hij doet en zijn eigen keuzes moet maken. Maar laten we beginnen bij het begin. Is het toegestaan om nog motor te rijden in deze tijd? Het antwoord daarop is ja, het is toegestaan. Het is niet verboden om je motor te pakken en een stukje te gaan rijden. Je mag namelijk gewoon de straat op, zolang je niet aan het samen scholen bent. Dus als je in je eentje de straat op gaat en een stukje gaat rijden, dan is daar niets mis mee en dan is dat gewoon toegestaan. En dan komen we op het stukje of het verantwoord is. Nou ja, kijk, we zitten in een intelligente lockdown, dus mensen moeten zo min mogelijk naar buiten en daar probeer ik me zoveel mogelijk aan te houden. Daarbij wordt gewoon gevraagd van mensen om hun gezonde verstand te gebruiken en ik vind dat we met z'n allen daar wel goed over moeten nadenken en dat we daar waar mogelijk gehoor aan moeten geven. En dan zou je wel kunnen zeggen van ja, ik zit op de motor, ik ben helemaal ingepakt, ik heb mijn helm op, ik heb mijn handschoenen aan, ik raak niemand aan, ik blijf op goede afstand van iedereen. Die mening deel ik. Alleen is het wel zo dat je om op je motor te kunnen rijden, toch op verschillende momenten en manieren in contact kan en of moet komen met andere mensen. Ik woon bijvoorbeeld in een appartement. Ik moet dus om portiek uit om bij mijn motor te kunnen komen. Dus dat betekent dat ik op een onbewaakt moment de trapleuning vastpak. Die iemand anders net heeft vastgehouden. Ik moet de centrale deur open doen. En dat handvat wordt door iedereen gebruikt. Dus dat zijn al momenten waarop ik risico loop. Hoe klein ook, het is toch een risico. Onze motoren rijden nog steeds niet op waterstof. Dus we zullen gewoon naar het benzinestation moeten. Om benzine te kunnen kopen. En ook dat is een heel groot contactmoment. Want je hebt daar heel veel dingen die je moet aanraken. Je moet de pomp aanraken. Je koopt misschien een blikje drinken. Je gaat met PIN afrekenen, soms moet je je PIN-code invoeren. En je hebt natuurlijk weer de kans dat je heel dicht bij andere mensen komt. De pompendieners zitten tegenwoordig gewoon dag en nacht achter het glas. Dus daar kun je niet bij, dat risico wordt zoveel mogelijk verkleind. Maar het is wel zo dat er ook eventueel andere mensen bij het tankstation kunnen zijn. En daar kom je dan toch wel mee in aanraking en dat is toch wel een dingetje, vind ik. Als je je toch wil houden aan de voorschriften, is dat toch een bepaald contactmoment waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. Ik zelf hanteer gewoon de 1,5 meter afstand van mensen. Ook als mensen er lacherig over doen, ook al moet ik buiten het benzinestation wachten totdat het wat rustiger is om af te kunnen rekenen. Of gewoon in een ander gangpad gaan staan totdat de vorige klant afgerekend heeft en weg is. Dan doe ik dat gewoon. Dus dat is zeker wel iets waar ik rekening mee hou. En er wordt van mensen gevraagd zo min mogelijk buiten te komen. Ik heb een aantal dagen binnen gezeten en het was zo lang dat toen ik wel naar buiten wilde, ik gewoon niet meer wist waar mijn sleutels lagen. Ik moest echt een kwartier zoeken naar mijn sleutels, omdat ik ze zo lang niet gebruikt had. Een ander ding wat erbij komt kijken als je gaat motorrijden in deze tijd, is het gevaar dat je onderuit gaat. Of een klapper maakt en dat je medische zorg nodig hebt. En dat is dan weer een moment waarop de politie misschien ter plaatse moet komen, een ambulance voor jou, misschien een zo'n sleepwagen die je motor mee moet nemen. Dat zijn allemaal mensen die weer dankzij jou op dat moment de deur uit moeten en of in contact moeten komen met mensen. En met jou, wat eventueel een gevaar op kan leveren voor jou of de mensen die jou helpen. Dus ook daar moet je goed over nadenken. Nou denk ik dat als je dagelijks motorrijdt of veel motorrijdt,
En je gaat gewoon normaal rijden. Je gaat bewust de weg op kijken. Geen strandbezoekers, die moeten omdraaien. Parkeerplaats dicht. Oké, dit vind ik wel een goede maatregel. Ze hebben het strand hier afgesloten. En om te voorkomen dat er mensen naar het strand gaan, hebben ze hier verkeersregelaars neergezet die mensen gewoon adviseren terug te keren als ze wel naar het strand toe gaan. Ik ga even kijken of wij er wel langs mogen. Goeiedag meneer, ik wil gewoon een stukje rijden, mag dat? Dankjewel man. Oké, wij mogen er nog wel langs op de motor. Maar het is dus niet de bedoeling dat je het strand op gaat. Wat natuurlijk heel logisch is, want er zijn veel mensen die maning hebben aan de regels. En dan toch met z'n allen gewoon met grote groepen de stranden op gaan. Dus even kijken waar ik was gebleven in mijn verhaal. Ik denk dat als jij als ervaren motorrijder gewoon met een goed voorzichtig hoofd op pad gaat. En niet extra wild gaat rijden omdat de straten wat leger zijn. En je wat meer ruimte hebt om te planken. Of allemaal gevaarlijke stunts gaat uithalen op de openbare weg. Tuurlijk, er is altijd een risico. Maar als je je gewoon normaal gedraagt, loop je niet meer risico dan anders. En ook niet veel meer risico dan iemand die een stukje gaat hardlopen. En op wat voor andere manier dan ook medische hulp nodig kan hebben. Maar ik ben het er wel mee eens dat als je bijvoorbeeld een mooi weerrijder bent. En de hele tijd binnen gezeten hebt, niets gedaan hebt. En nu ineens wel de weg op gaat. Omdat je denkt, ja, ik heb toch niks beters te doen. Ik ga maar een beetje motor rijden. Je gaat dan vol het gas opentrekken en weer beginnen met rijden. Dat zou ik dan weer niet doen. Omdat je er dan een tijdje uit hebt gezeten, is de kans groter dat je wat minder ervaren bent. En wat sneller kans hebt op ongelukken. En verder is het sowieso, als je de richtlijnen volgt, toegestaan om noodzakelijke dingen te doen zoals boodschappen. Je mag gewoon een frisse neus gaan halen af en toe als je dat maar in je eentje doet en anderhalve meter afstand houdt van mensen. En als ik dat soort dingen moet doen, dan doe ik dat het liefst op de motor. Dus op die manier gebruik ik gewoon mijn motor voor mijn dagelijkse behoeften. Wat ik ook denk dat je zeker niet moet doen als je gaat motorrijden is extra activiteiten. Ga niet stoppen bij je viskraampje om een stukje vis te halen nu je toch even lekker buiten bent. Ga niet naar het tankstation als je gewoon even een drankje wil gaan halen. Ga niet, nu je toch even buiten bent, op bezoek bij ome Joop. Laat die dingen gewoon lekker. Ga een stukje rijden en ga weer naar huis. Of doe wat je moet doen waarvoor je de straat op moest. Ga gewoon weer lekker naar huis. Ga niet ineens het eenmaal buiten zijn gebruiken als smoes om extra contactmomenten te gaan maken met allemaal mensen. Een ander belangrijk ding vind ik, respecteer echt iedereen die gewoon aan het werk is. En vooral als die jou ergens slecht nieuws moeten brengen of als die maatregelen moeten mededelen aan jou waar jij het niet mee eens bent of waar je niet blij mee bent. Respecteer die mensen alsjeblieft. Zoals de verkeersregelaars van net. Weet je, die mensen doen hun werk. En die mensen die doen wat nodig is om alles in goede banen te leiden. Weet je, ga die mensen niet moeilijker maken dan ze het al hebben. Pak gewoon je verlies en ga wat anders doen met je leven, weet je. We hebben net in Nederland echt luxe. Er zijn landen die sowieso al grote problemen hebben, zoals honger of oorlog, slechte medische zorg en die dan ook nog te kampen hebben met dit coronaprobleem. Kijk wat ze hier ook allemaal aan het doen zijn dan. Er zijn toch enkele mensen op het strand. Het ziet eruit als een gezin. Ik zie één gezin lopen nu. Ja, dat mag natuurlijk. Als je samen een huishouden vormt, dan mag je in grotere groepjes dan 3 personen naar buiten toe. Ik zie daar een koppeltje van 2 mensen lopen. Maar het is verder heel erg rustig en stil op het strand. Gelukkig, zou je zeggen. Ze hebben het hier goed gebarricadeerd. Komt er niet makkelijk langs om je toch te parkeren als je het in je hoofd houdt. Dus mijn conclusie hierover.
Ja, je kan en mag motorrijden. Tijdens de huidige situatie in Nederland. Het is nu begin april. Volgens mij 3 of 4 april of zo. En zoals de situatie er nu voor staat. Prima. Als jij normaal ook de motor pakt om af en toe het een en ander te doen. En je houdt gewoon afstand van mensen. En je bent voorzichtig in de contacten die je wel moet hebben om naar buiten te komen of om te tanken. Zeker. Ga lekker een stukje motor rijden. Maar is de situatie anders? Staat je bike de rest van het jaar stil? Heb je bijvoorbeeld heel 2020 nog niet gereden? En ga je nu even een stukje toeren omdat het kan? Dan zou ik het je afraden. Ook als je van plan bent om de weg op te gaan. Om even lekker maling te hebben aan de maximum snelheid die gesteld is. En heel vooral met 170 te gaan blazen over de snelweg. Omdat de wegen nu leeg zijn. Dan zou ik het je ook ten eerste afraden. Ik zou gewoon zeggen, lekker normaal doen. En dan komt alles goed. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video vet? Gooi even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het even snel. En ben je wel geabonneerd? Druk even op het belletje. Want dan krijg je een update zodra ik een video upload. Later deze week ga ik een video uploaden waarin ik laat zien hoe ik omga met tanken. En hoe ik daar voorzichtig in ben. En wat ik doe om zoveel mogelijk contact en risico te vermijden. En dan zeg ik voor nu, graag tot de volgende video!